Ja, oké. Nou, dan begin ik gewoon met de bovenste. Als je niet jezelf mag kiezen, wie zou je dan willen zijn? Ik denk iemand die... Het maakt mij niet zoveel uit wat ik precies zou doen. Maar ik denk dat ik vooral zou gaan voor iemand die heel tevreden is met zijn of haar leven. En dat kan dan ook gewoon iemand zijn die echt iets heel anders doet. Wiskundeleraar is of zo. Maar die het wel gewoon helemaal leuk vindt. En die dit... niet meer echt heel veel wensen heeft. Zo iemand zou ik willen zijn. Wat had je graag uit willen vinden? Iets wat een positieve invloed op de wereld zou hebben. Dus ik zou niet per se iets uit hebben willen vinden waar ik heel rijk had mee willen worden. Maar iets waarvan je dan denkt van, oh, dit heeft de wereld gered. Zoals een vaccin of zo. Wie is jouw favoriete beeldend kunstenaar? Ik was vroeger, toen ik een jaar 16, 17 was ik echt mega fan van Mooga. Ik vond dat allemaal zo mooi. Ik ging zelfs nog in mijn eentje naar Praag om naar het Mooga Museum te gaan. Mooga die maakt allemaal van die... Die tekende heel veel vrouwen met allemaal kransen eromheen. Het is allemaal wel... die kunstwerken die voelen heel compleet. Dat vind ik heel mooi. Waarom wil je dat mensen bijna echt lezen? Ten eerste, het is gewoon een leuk boek, vind ik. Het is een spannend boek. Het is even een momentje dat je mee kan laten slepen in het verhaal van Brenda. Maar daarnaast denk ik dat mensen het ook moeten lezen omdat het heel erg een verhaal is van deze tijd. Het gaat over jezelf anders voordoen dan je bent. Het gaat over een nieuwe identiteit creëren op internet. Het gaat over influencers, over content maken. Ik denk dat mensen wel een soort spiegel voor kan houden van... Waar nu veel mensen mee bezig zijn en waar mensen zelf vaak ook mee bezig zijn. Ook al ben je zelf niet heel druk met jezelf promoten op je Instagram. Alsnog doen de meeste mensen tegenwoordig wel min of meer. En ja, bijna echt reflecteert daarop. En ik denk dat mensen daardoor ook weer na kunnen denken over hun eigen verhouding met social media en met het creëren van een persona. Waarom wilde je bijna echt schrijven? Eens in de zoveel tijd heb je in het nieuws verhalen over mensen die blijken dat ze zich totaal anders hebben voorgedaan dan dat ze zijn. Dat ze echt heel veel mensen bedrogen hebben door te zeggen van, oh, ik ben een rijke erfgename, ik heb heel veel geld. En dan na een tijdje blijkt dat ze echt helemaal niks hebben en dat ze allemaal mensen hebben opgelicht. Die mensen die hebben vaak allemaal nieuwe vrienden en zo. Maar hoe leuk is het om vrienden te zijn met mensen die denken dat jij iemand anders bent dan dat je daadwerkelijk bent? Is dat niet heel eenzaam? Ik vond het leuk om daar iets mee te doen. Je schrijft boeken. Zie je jezelf als influencer? Als ik wat beroemder was, wel als een vorm van influencer zien. Omdat ik merk wel van mensen die ook boeken schrijven en die wat meer volgers hebben, dat die bijvoorbeeld als die iets aanprijzen of zo, ook al doen ze het niet voor geld, maar van, oh, ik vind dit heel leuk, dat allemaal mensen dat boek dan ook gaan lezen of dat product ook gaan kopen. Dus dan ben je ook wel een bepaalde influencer. Alleen, ik zie mezelf op dit moment niet als influencer, simpelweg omdat... Ik denk dat er ook weer niet zo heel veel mensen zijn die zich iets aantrekken van mijn mening. Ja, leuke vraag trouwens. Waarom kies je voor je roman voor Amsterdam in plaats van Rotterdam, waar je vandaan komt? Dat heeft een paar redenen. Amsterdam, zeg maar zeker bij bijna echt, Amsterdam is wel wat meer influencer city. Daar gebeurt alles. Dus dat is wel een leuke plek om dan ook dat verhaal af te laten spelen. Dat past meer. De tweede reden waarom beide boeken zich afspelen in Amsterdam is omdat... Het is een beetje gênant, maar ik ken de weg in Amsterdam gewoon veel beter. Toen ik opgroeide in Rotterdam deed ik nooit wat. Ik zat vooral thuis eigenlijk. Dus ik vind het moeilijker om helemaal die straten te beschrijven. Wat is nou waar? Hoe kom je nou precies waar? En in Amsterdam weet ik de weg beter. Waarom vinden jongeren jouw boeken leuk? Nou ja, veel jongeren zijn natuurlijk veel bezig met bijvoorbeeld social media.
Of met wat moet ik met mijn leven? Want daar gaat het natuurlijk ook over. Zeg maar, wie ben ik? Wie wil ik worden? Wie kan ik zijn? In beide van mijn boeken eigenlijk gebeurt is dat iemand naar Amsterdam komt vanuit een andere omgeving. En dat was iets wat mij als toen ik jonger was, dat vond ik zelf ook heel erg fascinerend. Zeg maar, dat je ergens heen gaat waar je ouders niet zijn. En dat je dan jezelf ontwikkelt zonder dat je heel erg onder toezicht staat. En ik denk dat het jongeren nog steeds wel aanspreekt.